Hey, hallo. Welkom bij Stichting Babyspullen. Onze stichting zet zich in voor de minima gezinnen die helaas niet bij machten zijn om de eerste spulletjes voor een baby te kopen. Hierbij kun je denken aan kleertjes, beddengoed, flesjes, luiers. Wij als stichting zetten ons landelijk in met heel veel inzamelpunten om spullen voor hen in te zamelen, zowel gebruikte spullen als nieuwe spullen, die wij uiteindelijk samenvoegen tot babystartpakket. En op aanvraag van een zorgverlener, zoals de verloskundige of de huisarts of een andere instelling, verstrekken aan aankomende ouders. Wat je hier ziet, zijn alle donaties vanuit het hele land. Zoals je ziet, zijn dit er momenteel heel veel. Natuurlijk kan het niet op deze manier in de babystartpakketten, gaat daar een heel proces aan vooraf. Het blauwe pinnetje, dat zijn wij, Herengewaard, ons distributiecentrum en ons voorsorteerlocatie. Alle rode pinnetjes op de kaart zijn onze inzamelpunten. Zoals je ziet zijn dat er heel veel. We hebben er op dit moment meer dan 200. Dan gaan we naar de gele. Dat zijn onze opslagpunten. We vragen onze inzamelpunten vragen wij om de spullen naar het voor hun dichtstbijzijnde opslagpunt te brengen. Waarna onze chauffeurs daar de spullen ophalen en uiteindelijk weer hier brengen in Herengewaard. Dan hebben we nog de groene punten. Dat zijn onze voorsorteerlocaties. Zij doen voor ons een hele hoop werk. Wat zij doen is namelijk alvast een sortering maken in 20 subcategorieën. En ja, dat scheelt ons hier in Herengewaard onwijs veel werk. Zoals ik net zei, hebben wij hier in Herengewaard een sorteerlocatie. Alle zakken die hier ongesorteerd binnenkomen, dus niet via een voorsorteerlocatie, worden eerst aan deze kant gesorteerd. Ze sorteren eerst op geslacht, jongen en meisje. We hebben bijvoorbeeld broeken en rokjes voor meisjes, lange broeken voor jongens samen met de korte broeken, boxpakjes, pyjama's, uiteraard nog shirtjes met lange mouw, korte mouw en ga zo maar door. Wat onze voorsorteercentra doen, is alles op die manier sorteren. Daarnaast hebben ze nog een aantal andere categorieën waarop ze sorteren. Bijvoorbeeld al het beddengoed bij elkaar, alle mutsjes en sjaaltjes bij elkaar, speelgoed bij elkaar. Als het hier gesorteerd is, gaan we verder met de verwerking van het opvouwen en sorteren op maat. Hier is het vouwgedeelte. Wanneer een container vol is met spullen die gesorteerd zijn op soort, bijvoorbeeld de rokjes en de broekjes, wordt alles op maat gelegd. Wanneer alles op maat gelegd is, wordt het gevouwen door onze vrijwilligers en daarna wordt het in kratten gedaan. Wanneer de spullen in kratten zijn gedaan, komt deze in de lijn. Zoals je kunt zien hebben we op dit moment best wel een aantal jassen in maat 92. Maar als je een stukje verder loopt, zie je een heleboel lege kratten. Dat geeft aan dat we de spullen op dit moment niet in de lijn hebben. Waarschijnlijk hebben we ze wel, maar liggen ze ergens in de bergen met gedane donaties die ik jullie zojuist heb laten zien. Die moeten allemaal nog verwerkt worden voordat we ze uiteindelijk goed kunnen gaan gebruiken. Ook hier werken we op geslacht. We hebben een lijn met jongensartikelen en we hebben een lijn met meisjesartikelen. We hebben de standaard dingen zoals kleding, maar we hebben ook overige dingen. Zoals hydrofielluiers, handdoeken, knuffels, sokken, tutteldoekjes en noem het maar op. Al die dingen hebben een eigen krat, zodat het uiteindelijk makkelijker maakt om de babystartpakketten in te gaan pakken. Nu wil ik jullie graag mee naar boven nemen waar uiteindelijk het pakket wordt samengesteld. Laten we beginnen bij het begin. Een lege doos. Straks als deze doos vol is en klaar voor verzending, krijgen onze mensen van de inpak de doos haast niet dicht. Ook hier hebben we twee lijnen. We hebben een jongenslijn en een meisjeslijn. We geven altijd twee pakketten uit. Het eerste pakket ontvangen de ouders voordat het kindje geboren is. Hierin zitten kleding van maat 50-56 tot en met maat 68. Uiteraard zitten er ook wat meer spulletjes in, zoals hoeslakentjes voor een wieg, ledikantlakentjes en dat soort dingetjes. Als het kindje ongeveer een half jaar oud is, mogen ouders een tweede pakket aanvragen.
Hierin zit kleding tot en met maat 92-98. Wat wij willen creëren bij ouders, aanstaande ouders, is een wow-effect. Dat houdt in dat de spullen die wij in de pakketten doen, hele goede kwaliteit moeten hebben. Op de planken wordt aangegeven hoeveel aantallen van één artikel in de doos mogen. Wat wij ook regelmatig krijgen is grote donaties. Dit soort artikelen variëren van verzorgingsproducten tot bijvoorbeeld een cd met kinderliedjes. Hoe blij word je ervan als je zoiets aantreft in je babystartpakket? Zie je het al staan op de commode in de babykamer? Ik wel. Of dit schattige beertje. Of deze zelfgehaakte pop. En wij worden er blij van dat we de mensen blij kunnen maken. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens. Doeg!